een provisorische werkplek aan de keukentafel. Gehannes met inbellen voor een online vergadering. En het gemis van de kletspraatjes bij de koffieautomaat. De thuiswerkellende is eindelijk voorbij, zou je kunnen zeggen. Vanavond kondigen Hugo de Jonge en Mark Rutte waarschijnlijk aan dat we na 15 maanden weer naar kantoor mogen. En Bert-Jan, je adviseert dus grote bedrijven. Wat hoor je bij hen, hè, in de top van die bedrijven? Gaan ze iedereen weer naar kantoor halen? Of is er echt iets voorgoed veranderd? Er waren dingen al aan het veranderen en corona heeft het versneld. Dat nieuwe werken, flexibel werken, is niks nieuws. 15 jaar geleden heeft Microsoft Nederland die nieuwe idee gelanceerd en daaraan gewerkt. Alleen veel bedrijven konden daar niet mee omgaan. En dankzij corona, wat dat betreft, is het een enorme versnelling gegaan. Ik denk dat wij wel moeten zeggen dat het wonderlijk is dat van één dag naar die andere dag wij met z'n allen vanuit huis konden werken. Dus ik denk dat het goed is om dat wel te benoemen. En nu is er een mogelijkheid om een andere manier te bedenken hoe we met elkaar omgaan. Hoe zou dat er dan uitzien? Dat je dus een paar dagen thuis werkt en een paar dagen naar kantoor? Of... Weet je, er zijn mensen die heel graag naar kantoor willen gaan. Dat kan ik me goed voorstellen. Vooral eenzaam. Alleen mensen die alleen wonen, die sociale contacten nodig hebben, die trappelen inderdaad om naar kantoor te gaan. En er zijn ook mensen die zeggen, ik wil niet meer 3 uur per dag in de file zitten om zeven uur in de ochtend en 7 uur in de avond terugkomen om misschien 1/2 uur met de kinderen door te brengen. Die tijden zijn ook voorbij. Kan je dat echt eisen ook als werknemer? Heb je daar nu meer power voor om te doen? Het komt toch ook nu? Het is een eis. Je ziet dat als het ware de macht verschuift van de werkgever naar werknemer toe. Dat de werknemers met z'n allen bepalen min of meer hoe zij willen werken. En dat ze daarin mondiger zijn en beter kunnen ze verwoorden wat ze wel of niet willen. Nou hebben we hier een werkgever ook aan tafel zitten. Barbara, hoofdredacteur van Helden Magazine. Wat verwacht jij van je redactie? Nou, wil je dat ze straks gewoon weer naar kantoor komen, op de redactie komen zitten? Of mogen ze thuis zitten? Nee, ik heb daar wel over nagedacht en we doen veel meer dan alleen een blad maken. Dus we hebben 15 man op dit moment werken. En we hebben daar wel over nagedacht. Kijk, we zijn een creatief bedrijf. En sommige creatieve processen als brainstorms, dat is echt een stuk moeilijker als je niet bij elkaar zit. Dus we hebben ook met de teams over gehad. Overleg nou met je eigen team. Wat zijn de dingen die we nou ook vanuit huis zouden kunnen doen? En want soms is het heel lekker om even niet gestoord te worden. Echt een dag meters te maken. Maar er zijn bepaalde dingen die we met elkaar moeten delen. En wat we ook wel gemist hebben is, wat ik zeg, dat samen zijn. Dus wij hebben nu ook weer gepland. Altijd een dame in 1 keer in de week die komt lunchen. Welke dag gaan we dat doen? En hoe gaan we zorgen dat we ook weer af en toe een borrel met elkaar kunnen drinken? Al is het alleen maar om de gezelligheid. Want dat is voor een... Ja, dat is voor een kantoor, een teamverband, ontzettend belangrijk. Maar we gaan het wel eigenlijk aan de teams laten en aan de mensen. En ik denk dat heel veel mensen in corona hebben geleerd om hun verantwoordelijkheid te pakken. Ik heb nog nooit iemand hoeven checken of hij zijn werk deed. Want iedereen deed zijn werk. Omdat we met z'n allen zo hard wilden dat we konden blijven overleven. Want ook wij hebben enorme klappen gehad. Dus de verantwoordelijkheid is daar. En ik geloof nog veel meer dan voorheen in de verantwoordelijkheid van mijn eigen werknemers. Dat zij weten wat ze moeten doen. En dan gaan we gewoon op die manier het afstemmen. Maar eigenlijk laat ik het aan het MT en de mensen zelf. Ze mogen het zelf gaan bepalen wat het beste is. Ik ga het niet opdragen. Nee, dat thuiswerken zal dus deels wel een blijvertje zijn. De verwachting is ook dat steeds meer kantoren leeg komen te staan daardoor. Nou, de leegstand die gaat toenemen, met name door thuiswerken. Dat is de belangrijkste verandering. Als het gaat om thuiswerken, dan zien we dat bedrijven met minder meters uit de voeten kunnen. Maar ook wel een beetje doordat bedrijven gaan kijken van, ja, willen we nu in die grote steden zitten of willen we misschien dichter bij onze medewerkers, dus weer naar lokale kantoren toe. Maar daar zit gewoon een verschuiving in. De leegstand die we gaan zien, die ontstaat, dat zal met name zijn aan de randen van steden, monofunctionele kantoorgebieden, maar ook bij wat meer de middelgrote steden. Ik neem bijvoorbeeld een Veenendaal, misschien ook wel een Deventer, Capelle. Dat soort steden, daar heeft de markt minder interesse voor en daar zal de leegstand dan ook eerder toenemen. Meer leegstand, maar dus ook kleinere kantoren. Ze kunnen met minder af. Wat denk je dat hoe die kantoren er straks dan uitzien? Wordt dat heel anders ingericht ook? Daar zie je een verschuiving. In de verschuiving van privé en werk komt samen. Ik heb raad van bestuursvergaderingen meegemaakt waar een 8-jarige dochter van de directeur aanschuifte.
in een Zoom-vergadering om mee te praten in de Raad van Bestuur. En dat gaan we niet meer terugkeren. Dat betekent dat inderdaad die kantoorgebieden waar alleen maar bedrijven waren, die zijn van verleden tijd. En ongetwijfeld zullen ze daar een nieuwe manier vinden om daar een invulling aan te geven, aan die lege ruimtes. Maar wat je wel ziet, dat bedrijvigheid en woongebieden naar elkaar toe zullen schuiven en wat meer flexibiliteit zal ontstaan. Maar denk je ook niet dat het meer ingericht wordt door corona? Is er heel veel aangemoedigd om te gaan wandelen, te gaan sporten. Ja. Ik ga bijvoorbeeld weer naar een nieuw kantoor in het Olympisch Stadion. Daar zit een douche in. En dat klinkt heel raar, want ik wil graag dat mijn mensen op de fiets naar het werk komen, op de racefiets. En tijdens dat ze even lekker kunnen douchen. Nee, gaan sporten. Ja. Maar dat is precies wat ik bedoel. Ja. Het leven, werken, komen naar elkaar toe. Ja, dus tijdens vroeger sporten. We werken life balance, alsof werken iets anders is dan leven. Nu komen ze bij elkaar. Maar je komen echt alle werkgevers daarin mee? Want je hebt natuurlijk ook wel werkgevers. Ja, ik wil weer graag lekker de controle hebben. Je kan niet anders. Je kan dat uitstellen. Maar je kan niet meer anders dan ervoor zorgen dat de mensen ook hun leven en werken samenbrengen. Anders ga je straks niet meer de goede personeel, goede mensen vinden die je graag wil hebben. Die ook zelfstandig kunnen werken, autonoom kunnen werken, ook goede beslissingen kunnen nemen. We horen het muziekje lopen, maar gelukkig gaan we zo meteen nog verder praten. Want we zijn er nog tot 10 uur. We gaan natuurlijk ook met Barbara Barend hebben over die belangrijke overwinning van het Nederlands elftal gisteravond.